Goed, even iets heel anders. Want aanstaande donderdag is het World Kidney Day. In Nederland zijn er ruim 1 miljoen mensen met chronische nierschade. Een 500.000 mensen weten niet eens dat ze daar last van hebben. Ja, Katja, jij bent van de Nierstichting. Hoe is het mogelijk dat die mensen niet weten dat ze nierschade hebben? Ja, er zijn eigenlijk twee verklaringen voor. Van de ene kant is nierschade merk je eigenlijk pas als het al in een vergevorderd stadium is. Als je nieren nog maar 30% functioneren, krijg je klachten. Dus als je nieren nog maar 30% functioneren, dan pas krijg je klachten. Ja. Ja. Ja, dan is het niet zo heel gek natuurlijk. Nee, dan is het niet zo gek. Nee. En de andere reden is ook dat mensen met nierschade wordt veroorzaakt door vaak veroorzaakt door andere aandoeningen. Zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten. En dan staat zowel bij patiënt als arts de controle van die aandoening juist heel erg op de voorgrond. En is er nog minder aandacht voor nierschade. En dat is jammer, want dan lopen mensen onnodige risico's. Ja, want hoe meer medicatie er ook gebruikt wordt, hoe heftiger die nieren het ook natuurlijk hebben daarmee. Laten we heel even de nieren. Hoe belangrijk zijn die eigenlijk in het menselijk lichaam? Ja, enorm. Wat doen ze precies? Ja. Nou, nieren zijn van levensbelang. Nieren die verwijderen de afvalstoffen uit je lichaam. Maken hormonen aan, spelen een rol bij de bloeddruk, dus enorm veel. En als nieren niet goed functioneren, dan wordt je lichaam langzaamaan vergiftigd, als het ware. En dat heeft gewoon effect op het hele lichaam, op je hart, op je bloedvaten. Dus dat heeft een enorm impact. Ja. Ja. Pas als ze 30% werken, dan krijg je dus die klachten waar ik het net over had. Ja, maar in de tussentijd gebeurt er dus eigenlijk al heel veel wat heel schadelijk is voor de mensen. Ja. Naast jou zit Wim huisarts in Bergen, verbonden aan het Radboud. Wat zijn nou eigenlijk de oorzaken van chronische nierschade? Ja, de belangrijkste oorzaken daarvan liggen in de optreden van de vaatschade. En dat hebben een heleboel mensen. Mensen koppelen nierschade heel vaak aan dialyse, aan spoelen, aan transplantatie. Maar dat zijn maar 16.000, of ja, maar voor iedereen die dat betreft, is dat een enorme impact. Maar dat is een betrekkelijk kleine groep. Maar de groep mensen met vaatschade, dat is een enorme grote groep. Je noemde al het getal van 1 miljoen mensen en 500.000 mensen waarbij dat niet bekend is. Mensen krijgen dat dus door diabetes, door hoge bloeddruk, door hart- en vaatziekten. Ja. En een andere factor is, als je ouder wordt, gaan je nieren minder goed werken. En dat is deels is dat een gewone biologische veroudering van je nier. Als je ouder wordt, kan je ook moeilijker een trap op, gaan je nieren misschien wat minder werken. Maar dat desalniettemin, ook dan heeft dat consequenties in de keuze van medicijnen, in de manier waarop je de bloeddruk behandelt, in met name ook de adviezen die je aan mensen kan meegeven. Dus ook al is het dan veroudering, ook dan is het van belang dat mensen dat weten. En ik denk dat ze dat nu nog heel vaak niet weten. Niet weten, nee, want anders zijn er natuurlijk nooit zoveel mensen die niet eens weten dat ze nierschade hebben. Maar hoe kan je het herkennen als het inderdaad op het moment dat je nieren, dat je het pas gaat merken dat ze nog maar 30% werken, hoe herken je dan die nierschade? Ja, dat is heel lastig. Want pas als ze heel slecht werken, dan krijg je klachten en dan ga je het merken. Maar in een veel eerder stadium kan je dat opsporen door in bloed naar een bepaalde stof de concentratie daarvan te meten. En in de urine na te kijken of er eiwitverlies is. En dat betekent dus gewoon dat je het moet meten, wil je weten wat je nierfunctie is. Ja. En dat is dus van heel groot belang dat mensen met diabetes, mensen met hoge bloeddruk, mensen met hart- en vaatziekten, tenminste één keer in een jaar die nierfunctie laten controleren. Ja, dat zijn de risicogroepen ook. Dat zijn de grote risicogroepen. Naast dan een andere risicogroep, de ouderen. Je mag dat dan niet een risico noemen in de zin van dat die mensen voortijdig dat krijgen. Ze krijgen dat conform hun leeftijd. Maar ook dan is dat dus van belang om dat te weten. Ja, zodat we inderdaad in een vroege stadium aan de bel kunnen trekken. Ja. Om in een vroeger stadium aan de bel te trekken, moet je het inderdaad meten. Want als je wacht tot iemand klachten heeft, dan zijn we dus veel te laat. Ben je eigenlijk al te laat, ja. Katja, aan het begin zei ik al even, aanstaande donderdag dus World Kidney Day. Wat staat er precies op het programma? Wat gaat er gebeuren? Nou, dankzij de bijdrage van donateurs en de vriendenloterij kunnen wij heel veel investeren in preventie en vroege opsporing van nierschade. We doen onderzoek naar de oorzaken van nierschade, naar de behandeling. En we stimuleren innovaties van zorgverleners, zodat ze beter en sneller kunnen samenwerken en eerder de patiënten kunnen opsporen. Ja. En op World Kidney Day lanceren wij 3 nieuwe voorlichtingsbrochures. Samen deze die ik hier ook heb. Ja. Samen met de patiëntenvereniging. En in die brochures lees je of je een verhoogd risico hebt op nierschade en wat je er eventueel aan zou kunnen doen. Ja.
kijken, ik heb ze hier inderdaad, alle drie. Dit zijn dus de drie folders, even duidelijk. Waarin ook heel duidelijk alles vermeld staat. Ik heb ze net inderdaad even ingekeken. Wim, kan jij als huisarts, krijg je natuurlijk heel vaak mensen in je praktijk die inderdaad last hebben van hun nieren, nierschade hebben. Zijn er een aantal tips die jij onze kijkers zou kunnen geven? Ja, de belangrijkste tip is enerzijds een hele simpele, maar blijkt toch in de praktijk een lastige tip te wezen, is een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl draagt absoluut bij aan een betere levensduur van je nieren. Niet roken, een hele belangrijke factor. Je bloeddruk goed laten controleren en goed laten behandelen. Daarnaast is een tip die voor misschien wel 9 op de 10 mensen geldt in Nederland. We gebruiken met z'n allen veel en veel te veel zout. En doordat te veel gebruik aan zout, lopen onze nieren schade op. Je zou 6 gram zout op een dag moeten gebruiken. En we gebruiken er veel te veel door het gebruik van allerlei kant-en-klaar producten. Chips, sauzen. Zelfs in brood, hè? Zelfs in brood, ja. Overal zit zout in. En die zouthoeveelheid is eigenlijk te veel voor onze nieren. Want jij zegt, 6 gram zou goed zijn, hè, voor een menselijk lichaam. Wat gebruiken wij gemiddeld in Nederland dan? Meer dan 9 gram zout en veel mensen nog veel meer dan dat. Dus echt veel meer zout dan dat eigenlijk goed voor ons is. Ja, en dat komt natuurlijk door een snelle leefstijl waarin we gauw even makkelijk boodschappen doen in plaats van dingen zelf klaar te maken en op die manier krijgen we gewoon te veel zout. Nou, wat dat betreft is het ook wel goed, want Casper doet dat ook heel vaak. Gewoon juist door het gebruik van heel veel goede en verse kruiden heb je vaak zout niet eens nodig, hè? Nee. Het is natuurlijk, als je maar verse kruiden gebruikt, dan maak je het vanzelf al op smaak. En, zakjes, ja. Nou, dat is nog wel een hele goeie. Dank je wel voor de tips, Wim. Katja, succes natuurlijk. Ja, aankomende donderdag in deze week. Ja. Spannende week, staat er hoop te gebeuren. Zeker, en ik denk dat het heel duidelijk is dat we wat zorgzamer en wat beter op onze nieren moeten letten. Zorgen, ja. Ja, hartstikke goed. Ja. Dank jullie wel. Ik vond ook dat ze gewoon